Dag in de gast, u heeft hier een beetje vandaag de opening verzorgd. Je bent daar sterker natuurlijk. Wel, het is allemaal heel vlug moeten gaan, want pas anderhalve week tot twee weken geleden had ik het eerste contact met Eve en Michael, mensen die ik helemaal niet kende. En dat klikte meteen en ik was van plan om er 100% voor te gaan. Maar ik ben er waarschijnlijk 400 of 500% voor gegaan. Ik ben er eigenlijk twee weken continu mee bezig geweest. Ik wilde hebben dat het etiket Animo Ignace Colombé hier ook opkleefde. Als ik aan iets begin, dan ben ik maar tevreden als ik een maximum zelf in handen kan hebben. En ik denk dat het resultaat toch mocht gezien zijn. Ik ben natuurlijk benieuwd wat de andere steden gedaan hebben. Maar ik denk dat ze hier in Blankenbergen mogen fier zijn over de realisatie van vanavond, wie het ook gedaan heeft. Wat heb je laten zien? Wat hebben we laten zien? Dat is dat we 300 mensen kunnen ontvangen met alles erop en eraan. En ik begin natuurlijk met het plaatsen van een tent en de prachtige gedresseerde tafels met de ballonnen met de foto van Eve en Michael erop. Hey, de prachtige bloemetjes, dat is alleen nog maar binnen. De rode loper, de hummer die er staat. En dan alle animaties. Wie kan nu de lookalike van André van Duin, de Mr. Bean imitator, samenbrengen? Manneke Pies, die hier staat als levend standbeeld. Een kok als levend standbeeld. Hostessen, security mensen. Een shuttle dienst waarbij dat we de 300 mensen naar hier brengen. En ik vergeet nog vele dingen. Muzikaal entertainment. En dan los daarvan natuurlijk de catering. Drank en eten voor 300 personen. Allemaal gratis voor niets. Ik denk dat het mocht gezien worden. En een optreden van Trisha? Nee, dat hebben we niet gedaan. En nochtans was Trisha bereid om dat te doen. En wie weet dat ze het nu misschien al zal doen. Maar het goede weer heeft ons positieve parten gespeeld. Maar ook een beetje negatief. Dat het publiek op den duur een beetje verdeeld geraakt. Tussen enerzijds de tent en anderzijds de open lucht. En we hebben het niet meteen meer willen doen voor Trisha. Omdat op dat moment te weinig mensen nog binnen waren. Oké, bedankt Injas. Alsjeblieft.